Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we eens gaan kijken hoe dat het zit met de mannelijke en de vrouwelijke energie voor deze week. Deze week is een belangrijke week, een heftige week in die zin dat we dus in het 8-8 portaal zitten, waar dat gisteren ook zijn piek had. En op de 12e is er dan ook nog eens een volle maan. Dus ik kan je wel voorstellen dat wanneer je gevoelig bent voor energie, dat je dat echt ook wel gaat gaan voelen. En bij sommigen gaat het echt wel merkbaar zijn dat bepaalde dingen in elkaar gaan vallen. Wat ik voel, dat waar dat de vorige week voornamelijk de focus lag op het duidelijk worden van schaduwen en van pijnen en van wonden die nog in ons systeem zaten, gaat nu de komende week, dus vanaf de komende week en ook nog verder naar eind van de maand toe, allemaal met als doel die vervulling op elk vlak te gaan creëren. Maar dus gaat veel meer helderheid komen, veel meer antwoorden en de leeuwenenergie, waar we nu nog steeds in zitten, helpt ons ook om actie te nemen. Natuurlijk, wanneer dan Mars, de planeet van actie, van oorlog, van controle van macht, dan een bepaalde invloed heeft op de maan, dan kan het natuurlijk zijn dat we actie gaan nemen vanuit de verkeerde ingesteldheid, dus vanuit pijnen. En dus is het belangrijk om actie te nemen, zoals je hier ook ziet in Eight of Flames, dat je je passie volgt, dat je ziel volgt, maar dat je het dus doet vanuit vertrouwen en vanuit liefde en niet vanuit de pijnen en wonden. En daarom hebben we vorige week eigenlijk dat vergrootglas gekregen om nog dieper in te tappen op wie dat we zijn en waar dat we nog werk te doen hebben. Oké, dus we gaan eens kijken wat is er belangrijk om te weten voor de week die komt. Oké, gaan we eerst kijken. De Seven of Flames, maar omgekeerd met de Two of Challenges. De eenheid, de union, zie. En hij ligt heel mooi. Terwijl deze omgekeerd ligt. Dus we hebben eigenlijk dit achter ons gelaten. De lasten hebben we achter ons gelaten. We hebben het stuk waarin dat we het licht waren voor anderen gevolgd. En dat gaat ons uiteindelijk die eenheid brengen. Eens kijken waar het onderkant ligt. Ten of Orbs, ja, einde van het piekeren. En veel meer nog in onze passie stappen om uiteindelijk alle verdriet en eenzaamheid achter ons te laten. Om echt die vervulling te krijgen en te leren ontvangen op elk vlak. Dan krijgen we de Three of Crystals. Oh, ik voel dat het zo is. Want deze is Karma, de Three of Crystals en de Chariot. De Chariot staat voor succes. Karma is in mijn ogen altijd het leren van lessen, het leren van het ontvangen van inzichten. Zodanig dat we eigenlijk de energie die we nooit op een goede manier gebruikt hebben, of op een verkeerde manier soms hebben ingezet en gebruikt, om die uit te balanceren, zodanig dat we dan ze nu op een goede manier kunnen gebruiken. En de Chariot, dat zie je, kijk, in veel dingen is er maar twee paarden, hier zijn er vijf. En het mooie daarin is dat je dan de eenheid in elk individu van de connectie gaat gaan zien. Dus eenheid in de vrouwelijke energie, eenheid in de mannelijke energie. En dan uiteindelijk de connectie. En samen trekken ze eigenlijk de connectie voort. Samen brengen ze hier iets tastbaars, hè, crystals, munten, tastbaar, fysieke, in de eenheid. Dus een drie-eenheid dat ze hebben in zichzelf, de drie eenheden, dat brengen ze hier meer en meer in het fysieke. En dat is hetgeen waar we nu de grondslag en de basis deze week meer en meer ook nog gaan van leggen. Dus het gaat belangrijk zijn om constant te gaan aftoetsen van wat denk ik, wat verwacht ik, vanuit welke keuzes, vanuit welke emotie maak ik beslissingen. En heel bewust te zijn dat de dingen die je ervaart of ziet vooral in de 3D, dus in de realiteit, het fysieke, eigenlijk geen exacte weerspiegeling zijn van wat er gaande is. Energetisch gezien, en dus in het grotere geheel. En dat is sowieso voor de vrouwelijke en de mannelijke energie een hele moeilijke, een hele grote uitdaging. Want we zijn daar niet gewoon. We zijn gewoon om heel veel kracht en zekerheid te geven aan de realiteit en aan het fysieke. En nu wordt gevraagd doorheen dat bewustwording, doorheen die ascensie,
om het omgekeerde te gaan doen. Om veel meer kracht te gaan geven naar je energie. En dan gewoon te verwachten via de law of assumption, hè, om in die oneindigheid te gaan stappen. En om te leren te leven in een hogere eenheid, een hogere wereld, een hoger universum, een hoger bewustzijn, waarin dat alles mogelijk is. Dus laat je deze week ook niet van de kaart brengen, van je pad afduwen, door obstakels, door dingen die naar je heen gegooid worden. Maar blijf focussen op de weerspiegeling, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Je ziet die twee driehoeken. En laat de gedachten en de visies en meningen en overtuigingen van anderen je niet van je pad afhouden. Want dat gaat je toch alleen maar zorgen en miserie en drama bezorgen. Dus ga niet mee in drama, maar kies ervoor om heel bewust desnoods alleen te zijn, maar echt telkens schild nog bewuster naar binnen te gaan. Want de kunst is nu zeker in deze potentiële energieën om heel veel dingen ook kapot te maken. Dus het is belangrijk om daar ook heel bewust mee om te gaan. En bewuste keuzes te maken. En keuzes te maken vanuit licht en liefde. En niet langer vanuit hartzeer, zoals je hier ziet. The Four of Wands. Dus we gaan eerst weer twee keer vier kaarten. De Three of Cups en deze was er ook bij. Ik zal hem misschien zo ernaast leggen. Oké, ik snap al waarom ze het doen. Allemaal deze in het midden komt liggen. En het spiegelt ook die vijf paarden die je daar had. Oké. De Emperor, maar omgekeerd. Mijn camera staat weer niet juist. Zie ik. Moeilijk gaat ook, hè? De Empress. Nee, dat is de hoogpriesteres. De Empress is de zwangere kaart. De Sphinx. Die niet omgekeerd ligt. Zullen we even kijken. Hebben we nog de Magier. En nog één kaart. De King of Pentacles. Oké. Oh, en wat ligt aan de onderkant? Opnieuw weer de Chariot. Dat is eigenlijk dezelfde kaart zoals we hier hadden met de paarden. Dus we gaan vooruitgang zien. Einde van lasten en einde van onzekerheid. Einde van wegstappen van wat er niet meer is. En keuzes maken richting wat dat we echt willen. Wat is onderliggende? Leren meester worden van de emoties. Met gefocust zijn op die eenheid, die passie. De eenheid, waar je hier vooral de eenheid in één persoon ziet, is hier de eenheid in het midden. In het midden bedoelt tussen beide personen. En we zien weer de Ten of Cups. Dus, en Ten of Pentacles naast elkaar. Dus we zijn alsmaar maar verder en verder aan het werken richting die niet huisje, tuintje, boompje, beestje, niet traditionele relaties zoals we ze kennen. Maar er komt vooruitgang, er komt de beweging en het verder materialiseren van de diepe zielsconnectie tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Waarom? Omdat die nodig zijn voor de collectieve verandering die nu vanaf nu en het einde van dit jaar en nog meer volgend jaar gaan gebeuren. En daarom zien we hier eigenlijk ook in het midden. Dus afhankelijk was mijn idee om mannelijke energie en vrouwelijke energie, maar gezien ik vijf kaarten kreeg, heb ik het losgelaten en uiteindelijk gevraagd van oké, welke kaarten zijn er voor welke energie? Dit gaat over de connectie. De Sphinx en die Four of Wands. Dit gaat over de vrouwelijke energie en deze vier kaarten voor de mannelijke energie. Maar ik ga het uitleggen. Maar als we kijken naar de kaarten van de connectie, dan zien we eigenlijk dat
doordat zowel de mannelijke als de vrouwelijke knie heel veel werk gedaan heeft, zijn die uitwisseling van de oplossingen, van de energetische codes onderling, door het leeuwenportaal, door de laatste standen van planeten van de laatste weken en maanden, zijn die eigenlijk versneld uitgewisseld. En dat kan ervoor maken, voor zorgen dat je het gevoel had dat jullie eigenlijk een stukje uit elkaar aan het gaan waren. Maar dat is eigenlijk een illusie. Waarom? Omdat eigenlijk de connectie een stukje werd weer afgebroken. Om nog meer vanuit die hogere energie, en dus nog meer vanuit die Sphinx-energie, herboren te worden. En dat is nodig om naar het volgende level te kunnen gaan. Rond relaties, rond connecties, rond mannelijke en vrouwelijke energieën. En dus voor de vrouwelijke energie gaat deze week belangrijk zijn om te focussen op waar dat ze nu staat. Terug te kijken en vooral te gaan kijken van wat zijn de veranderingen die ervoor gezorgd hebben dat ze is kunnen wegstappen van die hartzeer. Vanuit de pijnen, vanuit de stilstand. En want je ziet hier die twee zwaarden, dat komt ook overeen met die. Wacht, wat is die ook alweer? Ik dacht dat die hierin zat. Of was het in de. Nee, het was in de andere, in het grote dek, dat hij lag. Ja, maakt niet uit. Maar dus dat je eigenlijk kon wegstappen van onzekerheid, van onduidelijkheid. Waarom? Omdat je gefocust was op je eigen passie, op je eigen licht en het effect daarvan op de wereld en niet zozeer op de connectie. En dat heeft ervoor gezorgd, dus daarom ligt die emperor hier ook omgekeerd. De emperor is eigenlijk de geheelde mannelijke energie. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat er ruimte gecreëerd werd en dat je veel meer ingetapt bent als vrouwelijke energie op je hoge priesteres afkomst. En dus veel meer die verbinding gemaakt heeft ook met verborgen wijsheden. Naar binnen gegaan zijn, jezelf constant en voortdurend gaan evolueren en gaan bijsturen waar nodig, dingen gaan transformeren. En daar zijn we succesvol in geweest. Zeker de vrouwelijke energie. De mannelijke energie natuurlijk ook op zijn manier. En dat heeft ervoor gezorgd, door het werk dat de vrouwelijke energie hier gedaan heeft, en nu deze week eigenlijk de resultaten er meer gaat van zien, dat die eenheid tussen beiden eigenlijk opnieuw kan geboren worden, opnieuw in een nieuwe hoedanigheid kan ontstaan. Ja, en dus de mannelijke energie, wat zien we daar? De Three of Cups, de doodkaart eigenlijk, de magier en uiteindelijk de Queen, King of Pentacles. En dus als je het zo leest, zie je eigenlijk dat net doordat de vrouwelijke energie haar aandacht van de mannelijke energie heeft weggehaald, hij in staat geweest is, de ruimte gekregen heeft, om eigenlijk eenzelfde soort gelijkaardige beweging te maken. Om uiteindelijk in die King of Pentacles te stappen. Want de mannelijke energie is degene die de dingen in de aarde brengt, het fysieke brengt. Maar daarvoor moest hij eerst ook leren om met zijn emoties en zijn gedachten en zijn eigen energie om te gaan. Wat dat nodig was, dat eigenlijk alles wat hij kende een stukje afsterven. En daarom werden mensen op zijn pad gestuurd, werden nieuwe vrienden, posts, video's, wat dan ook, inspiraties, leraren, eigenlijk op het pad van de mannelijke energie gestuurd. En deze week ga je daar misschien meer dingen over horen, ook dat de mannelijke energie dat veel meer ook gaat vertellen en over open over zijn, wat dat de stappen zijn die ze gezet hebben, welke lessen dat ze geleerd hebben en wat dat er heeft voor gezorgd. Natuurlijk, de contact met de vrouwelijke die heeft daarvoor gezorgd, maar wat dat hem uiteindelijk dan nog meer heeft laten verder leren en in die bewustwording stappen, om eigenlijk echt zijn volledige oude versie, eigenlijk die volledige ego, omdat het was een afbrokkelen. Zodanig dat eigenlijk het hart van de mannelijke energie aan het stuur kwam komen te staan. En dus de ideeën en de oude visies en de situaties waar dat in vroeger de mannelijke energie in zat, werd altijd wat zichtbaarder dat dat niet meer werkte. Waardoor dat de mannelijke energie echt die verandering in zijn leven is gaan omarmen. In plaats van er altijd maar weerstand tegen te hebben en proberen te gaan controleren vanuit zijn eigen mannelijke energie. Maar dus vanuit dan de verbinding met de vrouwelijke energie, door de uitwisseling van die energetische codes, was hij in staat om
eigenlijk te gaan experimenteren. En eigenlijk zijn leven te gaan vormgeven vanuit een nieuw idee dat hij had. Vanuit een nieuwe visie. Vanuit het gevoel voor de vrouwelijke energie. En het gevoel met de diepe verbinding dat hij had. En ook het onbewust herinneren en weten van zijn ziel. Wat dat eigenlijk de bedoeling was van deze connectie. En dat heeft ervoor gezorgd dat dat hem uiteindelijk in een later stadium in de Emperor gaat nog meer gaan laten veranderen. Maar daarvoor moet hij eerst natuurlijk in de King of Pentacles veranderen. De King of Pentacles die verbonden is met het aardse aspect, maar niet meer puur vanuit dat ego-bewustzijn, maar echt vanuit het hartbewustzijn. En dus ook emotioneel een veel matuurder is, veel volwassener is dan wat hij in het begin had toen hij de eerste keer met de mannelijke energie eigenlijk in aanraking in contact kwam. Dus wat ga je deze week ook veel meer merken bij de mannelijke energie? Dat hij in staat is om vanuit die verbinding met de vrouwelijke energie en de connectie, maar in eerste instantie in zijn eigen energie, zijn eigen vrouwelijke energie, om daar echt volwassen stappen te nemen. Maar nog steeds in afleiding en afstemming met zijn ziel. En dus de mannelijke energie gaat veel meer ook merken van, ah tja, dat werkt. Ik kan inderdaad met energie werken. Ik heb dat gevisualiseerd. Ik heb mij daarop gefocust. Ik heb daar dat op dat gedaan. Op die healing, op die visualisatie. En dat heeft gewerkt. En dat zorgt dan weer voor dat je weer in de volgende fase gaat komen in jullie connectie. Eens kijken welke extra boodschappen ik nog kan meenemen deze week voor de mannelijke en vrouwelijke energieën. Zoals altijd, pas het toe zowel in je eigen connectie, maar ook in jezelf. Dus de mannelijke en vrouwelijke energieën ook in jezelf. Want ook dat gaat in eerste instantie verder nog evolueren en die nieuwe sphinx gaan veranderen. En het is belangrijk, zeker ook als vrouwelijke energie, dat je ook leert jouw eigen mannelijke energie uit te balanceren en op een goede manier te gaan gebruiken. Dus dat je daar ook die balans houdt. Balans tussen rust en werken. Balans tussen het hogere en het lagere. Zo binnen, zo buiten. Time machine hebben we. Dat is voor de connectie, dat is voor de vrouwelijke. En nog één voor de mannelijke energie, alsjeblieft. Oké. Endless possibilities. Ja, dus het advies voor de mannelijke energie is om nog meer te gaan verbinden met die eindeloze mogelijkheden. En dat is eigenlijk ook verbonden met die magier, waarin dat je leert allerlei elementen te gaan gebruiken om visies, ideeën in het fysieke te brengen. Dus die King of Pentacles. En dus dat is hetgeen waar dat de mannelijke energie echt nog meer mag gaan over, mee aan de slag mag gaan. Waar dat de vrouwelijke energie focust op het overvloedige, focust op haar queen-energie, op haar hogepriesteres-energie, op het er zal altijd voor mij gezorgd worden. En dan die twee zaken samen gaat ervoor zorgen dat je weer deuren opent. Dat je inderdaad weer die oneindige mogelijkheden naar je toe trekt. Waardoor dat je weer opnieuw bevestigd wordt in die overvloedige versie van jezelf. En dan zie je hoe dat iedere keer weer samen gaat. En dat is ook kijk, de reden waarom dat we uiteindelijk ook deze time machine hebben. Maar voornamelijk ook dat mij doet denken aan het wiel van fortuin of het levenswiel, of wat je het ook wil noemen. Het leven is een cyclus en het komt altijd terug. We gaan altijd eigenlijk een fase dieper of in energie hoger en in healing dieper. Dus een diepere schaduw en dat we langer en verder en weggestopt hebben. Maar waarom? Omdat het tijd is dat we allemaal herrijzen in die nieuwe versie van onszelf. Eigenlijk zelfs niet die nieuwe versie van onszelf, maar in de versie van hoe dat we bedoeld zijn. Om te zijn. En we eens kijken welke universele vlammen behulpzaam zijn voor de connectie. Voor de vrouwelijke energie. Surrender. Overgaan, natuurlijk, en voor de mannelijke energie.
Miracles. Oh my, hoe mooi dat allemaal ook weer mooi samenhangt. Dus voor de connectie is aartsengel Samuel met sereniteit, sereenheid. Het is belangrijk dat je de connectie zo eenvoudig mogelijk houdt, zo sereen mogelijk houdt. En dat je eigenlijk niet te veel externe factoren, energieën in je connectie laat. Zeker niet in het begin. En dat is ook niet in jezelf. Dat je daar ook die sereniteit houdt en dat je weet dat je soeverein bent in jezelf. Dat je eigenlijk niet te buiten jezelf nodig hebt om gelukkig te voelen en om alles te manifesteren dat je wilt. Maar de vrouwelijke energie wordt gevraagd om daarin nog meer te gaan in overgave gaan, nog meer in het vertrouwen te gaan. En kan eigenlijk hulp vragen aan aartsengel Zabkiel met deze kleur van vlam. En de mannelijke energie wordt gevraagd om te geloven in mirakels. En dat is eigenlijk om zelfs mirakels te gaan verwachten. The law of assumption, verwachting. En daaraan vast te houden. Want eindeloze mogelijkheden zijn er. Daarvoor kan je hulp vragen via aartsengel Metatron natuurlijk. En die is sowieso verbonden met diamantenbewustzijn. Dus het hoogste bewustzijn, het hoogste energie waar we naartoe aan het groeien zijn. Oké, en dan om af te ronden gaan we eens kijken van welke boodschappen dat de universele vlammen nog hebben voor ons voor deze week. Oeps, dat is net te veel, maar deze wel. Je hart opent zich verder en roept de aquamarine vlam aan voor meer helderheid. Ja, ik dacht dat we het net ook over hadden, over de helderheid. Dus de aquamarine vlam ga je deze week ook meer behulpzaam zijn om nog meer helderheid te krijgen over wat je meer informatie en inzichten over wenst. Oké, en dan gaan we hier focus op één taak. En dat is zowel voor de mannelijke als de vrouwelijke energie. Dan hebben we nog boodschappen van de universele vlam. Ik heb er twee delen van. Dus de gele kleur is het tweede deel. En de witte zijn de eerste. Zo haal ik ze uit elkaar. Maar toen is allemaal gechannelde boodschappen. Met als doel om eigenlijk een tool te zijn voor je bewustwording. Roep de vlam van moed en doorzetting aan om je te helpen bij de volgende stappen. Ik moet zeggen, ik werk heel vaak met die vlam. Zeker op momenten dat ik zelf niet onmiddellijk een weg vooruit zie of niet goed weet of dingen niet goed begrijp. Niet alleen ook voor mezelf, maar ook voor de klanten. Als ik merk dat ze vastlopen en dat hetgeen wat ik vertel of hen probeer te leggen, dat ze dat niet zien, dan overraak ik ook de vlam, deze vlam als hulp. Ik weet, ik vertrouw en ik voel wat de volgende stap is. Zie hoe zo mooi dat samen gaat. En dan nog de laatste boodschappen om nog meer naar terug naar eenheid en die liefde te kunnen komen. Oké, daar gaat hij. Hij was aan het twijfelen. Of dat hij wil komen of niet. Welke boodschappen zijn er nog? Als je een gepersonaliseerde, dus een individuele reading wilt, op basis van jouw vragen en inzichten wilt en gechannelde boodschappen wilt over wat je nu tegenaan loopt, waar je mee bezig bent, dan kan je dat altijd via de website reserveren. Daar hoef je niet voor zelf aanwezig te zijn, dus dat was dan, jij reserveert wel een momentje in mijn agenda. Maar ik maak dan eigenlijk een videoreading zoals je hier kan zien, op basis van jouw vragen of waartoe ik waartoe ik geleid word. En daarna kun je nog extra verduidelijking via mail ook vragen. Wat krijgen we nog? Het lijkt onmogelijk om het systeem te veranderen, maar jij bent het systeem, dus verander jezelf en zo het systeem. En ik moet zeggen, dat is iets waar ik zelf ook de laatste weken heel veel frustraties rond merk weer naar boven komen. Maar natuurlijk ook omdat we ook geleid worden om nog meer uit die matrix en uit het systeem te gaan stappen. En om dus eigenlijk ook open te zijn om nieuwe mogelijkheden te gaan channelen. Dus ga niet, als je ergens weerstand rond voelt, gaan kijken van oké, wat is het waar je weerstand rond hebt. En vaak is dat zo, omdat dat je eigenlijk van binnenuit dan weet en voelt dat er ook iets anders mogelijk is, dat nog zoveel beter zou kunnen zijn. Dus geef daar gehoor aan. Elk hartzeer bracht je dichter bij je ware zelf en opende je hart voor ware liefde.
Stress en negatief denken verlamt het immuunsysteem. Dus probeer zo vaak mogelijk naar buiten te gaan, de natuur te ontspannen. Werk met aromatherapie, natuurlijke geneesmiddelen en zo verder. En liefde kwetst niet. Nee, het zijn de wonden die gespiegeld worden, die ons zeer en pijn doen. Maar niet liefde zelf. Liefde is allesomvattend. Liefde is wat dan wij uiteindelijk ook allemaal één voor één zijn. Dus liefde is eigenlijk de enigste grootste kracht die mensen duwt om hun diepste wonden aan te kijken. En zolang dat ze daar eigenlijk nog weerstand tegen hebben, dan is omdat ze eigenlijk nog niet in staat zijn om die overweldigende energie van onvoorwaardelijke liefde te gaan voelen. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je weer heel wat inzichten en antwoorden hebt mogen ontvangen. Laat me gerust weten via de bokjes of de box of de chatbox of hoe het het ook noemt. Onderaan wat dat het voor jou wat dat jij eruit gehaald hebt of wat je tegenaan loopt of wat dan ook. En dan kijk ik op welke manier dat ik nog meer van dienst kan zijn. Vergeet ook niet te abonneren en geef me een like als je dit leuk vindt. Dan blijf ik dat natuurlijk doen. Want het is de bedoeling dat ik zoveel mogelijk mensen kan bereiken en inzichten kan brengen. Want hoe meer mensen dat we in dat hogere bewustzijn al zitten, hoe sneller dat we eigenlijk doorheen die collectieve rompslomp en chaos ook zullen gaan. Dus ik hoop dat je mij daar ook een handje wil helpen door te abonneren en een like te geven of video's te delen. Of zelfs met mij samenwerken natuurlijk. Dat kan ook samenwerken aan jouw groei. Ben je lichtwerker, dan weet dan ook dat ik een traject heb, zelfrealisatie met de vlammen, waar je eigenlijk leert werken met de vlammen. En wanneer je als lichtwerker dat traject volgt, dan mag je ook de content daarvoor gebruiken voor je eigen klanten. Wil je nog een stapje verder en echt gaan leren hoe dat je vanuit je eigen energie en je zielsafstemming op een moeiteloze manier, dus vanuit die mannelijke en die vrouwelijke energie, een spirituele onderneming, die ook nog een keer jouzelf en eigenlijk het leven dat je wil gaan leren ondersteunt, dan nodig ik je uit om deel te nemen aan het jaartraject. Het jaartraject is sinds kort eigenlijk het ganse jaar open, dus iedereen kan daar starten wanneer dat hij wil, omdat we natuurlijk allemaal ergens anders in ons proces zitten. En als je dit jaar nog start, dan zijn er geen groepsessies, maar de groepsessies worden vervangen door allemaal individuele sessies, waar dat eigenlijk nog leuker en beter en intensiever is. Dus, maar dat kan je ook allemaal aanlezen via de linkjes die je onderaan deze video vindt. Heb je daar vragen in omtrent of vraag je jou af wat dat er nu voor jou is, dan kan je mij ook een mailtje sturen. En nog een laatste stukje. Als je iets aanschaft, gebruik de kortingscode LIEFDE. En dan krijg je 11% korting op alle trajecten en online trainingen en cursussen. Dus niet op het membership en niet op de visualisaties en dingen. Want die bedragen zijn eigenlijk wat te klein om daar die korting. Plus zit ook een ander betaalsysteem. Dat is eigenlijk gewoon ook een praktische reden. Dus ik hoop op die manier jullie van dienst te zijn. En ik zie jullie dan, of hoor jullie, of spreek jullie dan in een nieuwe video. Tot binnenkort. Dag.